Hallo allemaal Dan zijn we weer met een nieuw boek, of eigenlijk een oud boek uit 1985 Strepen aan de hemel van G. Durlacher. Hij is de vader van Jessica Durlacher. Misschien heb je die naam wel eens gehoord, een schrijfster die met Leon de Winter leeft, samenleeft, getrouwd is misschien, dat weet ik niet. Het genre. Wat voor soort verhaal krijgen we, is eigenlijk aan de ene kant een verhaal. En aan de andere kant is het eigenlijk een opstel, een essay. En uh, waarin je zakelijke informatie geeft. En die twee lopen in dat uh, boek door elkaar. Even opletten, ik heb het niet over het boek Strepen aan de hemel en andere verhalen. Want dat is de tweede uitgave zeg maar, van het boek, waarin ook andere verhalen staan, maar daar heb ik me niet op geconcentreerd. Het motto van het eerste verhaal is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Dat is een kreet, een uitspraak van Jezus aan het kruis. En het geeft de verlatenheid van de Joden aan. De ik-figuur bevindt zich op de appelplaats van Auschwitz. En ziet dan vliegtuigstrepen van de geallieerden aan de hemel. Hij vraagt zich af, waarom helpt niemand ons? Zijn wij vergeten? Is er in Europa geen enkele natie die iets voor ons doet? Waarom bombarderen de Engelsen en geallieerden, Amerikanen, de uh, treinrails naar Auschwitz niet? Waarom gebeurt er helemaal niks? We zijn echt verlaten. Na de oorlog, als, want hij overleeft de oorlog, dat zullen we zo ook uh, te horen krijgen. Na de oorlog is het zo dat hij uh, literatuuronderzoek doet en ontdekt dat de inlichtingendiensten van Amerika en Engeland al aan het begin van de oorlog wisten dat er crematoria waren en concentratiekampen, maar dat ze niks hebben gedaan op politiek niveau, het had geen prioriteit. Ook in Europa, zegt hij, is het massaal geweten. Daar is hij zeker van. Maar ja, wie gelooft mij als ik het enige ongelooflijke denk, denk te kennen? Zes miljoen joden moet je je voorstellen die vermoord worden, dus dat is gewoon onvoorstelbaar. Ik zeg wel, moet je je voorstellen, maar dat is hem juist. Het is onvoorstelbaar. En daarbij komt, als je het denkt te weten. Uh, en iedereen weet het, wat voor straf of spot krijg ik dan als ik het zelf zeg, als ik mijn mond open doe. Het tweede verhaal heet Het begin van een reis. En het beschrijft twee jaar vlak voor de arrestatie van de familie Durlacher op 2 oktober 1942 in Apeldoorn, waarheen ze gevlucht zijn naar het bombardement op Rotterdam aan het begin van de oorlog. Ze zitten op 3 oktober al in Westerbork, het doorgangskamp. Naar Auschwitz. Het leven gaat eerst dus nog twee jaar min of meer door. Hij doet toelatingsexamen voor de HBS. Slaagt, maar hij zal niet op die school mogen omdat hij een Jood is. Meteen daarna worden ze opgepakt. Hoofdstuk 3, de illusionisten. Dat zijn mensen die in een uh, illusie geloven, in dit geval. Dullah bekijkt een propagandafilm thuis. En die heet Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Dat gaat over Theresienstad. Je kunt die film nog terugzien op YouTube. En daar wordt Theresienstad, waar Durlager zelf heeft gezeten, voorgesteld als een aardsparadijs. En dat is ook een illusie, dus dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het was een smerig, keihard uh, concentratiekamp, uh, waar ook geweld gepleegd werd en mensen overleden. De Lager wordt dan samen met andere Joden door een vooraanstaande Jood verzekerd. Ja, maar jullie mogen hier blijven. Maar dat blijkt al uh, na enige tijd, na vier maanden, blijkt al dat hij uh, naar Auschwitz moet. En daar komt hij dan ook terecht in het familienlager B2B. Hij wordt geselecteerd door de bekende kamparts Mengelen. En heeft geluk, want hij wordt geselecteerd als uh, voor werk uh, bekwaam. Dus hij hoeft niet naar de gaskamers. Maar tegelijkertijd met zijn transport worden 7000 Joden wel vergast. Heel verschrikkelijk dus. In de nabeschouwing van de illusies, dat heet ook nabeschouwing, van de illusionisten, dat heet ook nabeschouwing, laat de Durlacher zien hoe het Deense volk wel haar mond op deed. Zijn mond opendeed. En door die keuze werden duizenden Joden gered. En werden slechts een kleine 500 Joden gevangen genomen en getransporteerd. Het was dus wel mogelijk om iets te doen, wil hij maar zeggen. En de Denen hebben er ook voor gezorgd dat het Internationale Rode Kruis. toegang kreeg tot Auschwitz. Uh, tot uh, Theresienstad. Uh, en dat is dus een hele prestatie eigenlijk. En daarmee geeft hij maar aan. Uh, hoe laks de uh, landen in Europa waren en hoe de geallieerden de Joden eigenlijk ook hebben laten zitten, want het zijn maar Joden. Het laatste verhaal heet Bevrijdingen. Dat lijkt weer echt op een verhaal. Dat is niet zozeer een essay zoals het voorafgaande, maar dit is weer echt een verhaal. Uh, Durlager wordt uit een angstaanjagend concentratiekamp bevrijd door de Russen, maar hij is bijna dood van zwakte, honger en ontstoken voet. Hij wordt liefdevol verpleegd door een Russische verpleegster en knapt dan wat op. Dan wordt hij naar Praag gebracht. Daar krijgt hij bij het Zweedse gezantschap contacten die hem bij een arts brengen... om na te gaan of hij met een legervoertuig mee mag naar Nederland of naar het noorden van Europa. Vanwege die uh, ontstoken voet zou dat misschien niet mogelijk zijn. Het lukt hem om uiteindelijk met een vliegtuig naar Parijs te vliegen... Van Parijs gaat hij dan naar Nederland. En hij wordt uh, gescreend op zijn gezondheid. Verblijft eerst nog wat in Parijs en vliegt dan naar Nederland, zoals ik zei, met een nieuw paar schoenen. Het is dan juli 1945. Hij rijdt met de trein en hij komt via Brussel in Eindhoven aan. Dan komt hij in een soort massale opvang die hem weer aan een kamp doet denken. Maar uiteindelijk uh, is het toch zo dat hij uh, in Apeldoorn. Terugkomt. Hij schrijft een naschrift en dat is een heel belangrijk naschrift. Dat, denk ik, de kern van het boek bevat. Voor thuiskomers uit de kampen ging het antisemitisme en het geweld vaak gewoon door. Dat is belangrijk om te weten. Je zou zeggen: als ze thuiskwamen, zouden ze respect krijgen en met warmte ontvangen worden. Maar dat is helemaal niet zo. In Oost-Europa was het helemaal heel verschrikkelijk. In 1945 worden nog 350 Joden bij hun terugkeer in de Balkanlanden Balkan en met name ook in Polen, alsnog vermoord. Dus daar blijkt ook die, dat, dat antisemitisme diep geworteld zit in de samenlevingen. Twee namen vallen er van mensen die wel keuzes hebben gemaakt voor de Joden. Hanepen wordt genoemd en Polak. Die hebben veel voor de repatriëring voor van Joden naar Nederland en andere landen gedaan. De overheid deed weinig tot niets toen hij terug was. Je zou denken: ze zullen wel geholpen worden aan een huis. Maar hij komt in Apeldoorn en ziet dan dat zijn huis gewoon uh, min of meer overgenomen is door Duitsgezinde Nederlanders. En dat hij daar heel koel cool ontvangen wordt. En de deur wordt gewezen. Uh, zijn verhaal wordt niet gehoord. Hij kan zijn verhaal niet doen. En dat komt omdat er natuurlijk veel meer mensen waren die onder de oorlog hadden geleden. En ook hun eigen verhaal hadden. En iedereen was blij dat het allemaal afgelopen was. Dus was er eigenlijk geen ruimte voor die verhalen. Hij zegt: Ik metselde het verleden in mijn geheugen dicht. En hij tot nu. Nu van het nu toe in 1985 als hij dit boek gaat schrijven. Dat is dus eigenlijk een heel verschrikkelijke werkelijkheid dat het antisemitisme gewoon doorgaat. De terugkeren zijn spoken die tijdens de wederopbouw beter onzichtbaar en onhoorbaar kunnen blijven. De overheid faalt, geeft de Joden en andere teruggekomen gevangenen geen warm welkom maar kijkt weg. Pas 40 jaar later dus zo rond de tijd dat dit boek verschijnt, ontstaat er een golf aan boeken, analyses over het geleden leed concentratiekampverhalen. Ik herinner me dat nog goed dat dat in de jaren 80, begin jaren 80, eind jaren 70 begon het al, begin jaren 80 ineens heel actueel was. En toen heeft de overheid ook een hulpcommissie ingesteld in de jaren na de oorlog om tegemoetkomingen voor de geleden schade te geven en het psychische en lichamelijke leed uh, te vergoeden. Maar zegt hij, dat was weer, wat was nou weer het geval? Dat duurde allemaal veel te lang. De slachtoffers werden te lang in onzekerheid gehouden. En dat is voor, natuurlijk voor iemand die die kamp heeft meegemaakt. Extra onzeker, die was in die kampen ook natuurlijk heel onzeker over leven en dood. Dus dat was heel moeilijk om te ervaren. Hij heeft het nog over het doel van de kampen. Hij zegt dat was totale vernietiging en uh, exemplarische terreur, dus voorbeeld terreur. Uh, wie anders dacht dan de nazi's wist, ik kan in zo'n kamp terechtkomen en worden ge Geëxecuteerd of gemarteld en daar doodgaan. In de tweede plaats waren de kampen trainingsplaatsen voor amoraliteit, voor slechtheid. En daar konden de, de, de naties oefenen op het kwellen en doden van mensen en eraan wennen dat dat gebeurde. Het is een isolatieplaats voor ongewenste tegenstanders, criminelen en untermenschen. Criminelen is natuurlijk iets heel anders dan intermenschen, want de Joden hadden vaak helemaal geen enkele criminele daad op hun geweten. Gevangenen dienden ook als gijzelaars voor landen die met Duitsland in oorlog waren. Dat was het derde punt. Het vierde punt waren plaatsen van verdeel en heers om grote groepen gevangenen in bedwang te houden. Er waren zelfs vaak Joodse kapo's die daar de, met knuppels en al uh, de Joden in bedwang hielden. En het waren, en dat is wel heel belangrijk, onvoorstelbare plaatsen. Je kunt je daar geen enkele voorstelling van maken: van hoe verschrikkelijk het is uh, als miljoenen mensen door de gastkamers gaan. Het uh, is een plaats waar je geen voorstelling van kan maken, omdat de werkelijkheid is altijd verschrikkelijker dan welk boek, of welk essay, of welk verslag, of welke film dan ook. Die onvoorstelbaarheid geldt ook voor de joden zelf. Uh, Durlach lag gezegd, ik zag een bakkerij, dacht ik, maar het bleek een oven te zijn, een crematoriumoven. En na de oorlog was er de wederopbouw. En in die wederopbouw moesten mensen keihard werken. Dus er was gewoon geen ruimte om te reflecteren, om na te denken over wat er in die oorlog aan de gang was geweest. En toch komt dat natuurlijk op een gegeven moment boven. Deurlacher had een vriendin die uh, op haar sterfbed lag. en die zag hoe die vrouw haar hele leven keihard gewerkt had na de oorlog. Om het maakt te onderdrukken, die herinnering aan de oorlog. En die krijgt ze dan toch op haar sterfbed. En dat leidt tot een heel verschrikkelijk sterfbed. En toen heeft hij gedacht: Ik moet er hier iets aan doen. Ik moet iets met mijn ervaringen doen. Um, ik denk dat het belangrijkste van dit boek is. de titel, die aangeeft dat het een grote vraag is geweest voor Durlacher, waarop helaas een zeer droevig antwoord wordt gegeven. Waarom hebben zoveel mensen niks gedaan? Ik heb uitgebreid uitgelegd waarom dat het geval was. Wat mij zelf erg trof was het antisemitisme dat na de oorlog onmiddellijk gewoon ook in Nederland doorging. Dat had ik me eigenlijk, weet ik nog, toen ik voor de 1985 las, dat had ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Ik had altijd het idee gehad dat ze dan wel met open armen ontvangen waren, maar niets is minder waar. Het is een indrukwekkend boek. Het houdt het midden tussen essay en verhaal. En ik denk dat het goed is dat jonge mensen dat in deze tijd nog lezen, opdat wij niets vergeten. Ik denk, dank jullie voor je aandacht en tot het volgende boek.